knowledge comes great responsibility. 52 Topics by Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor een nieuwe 52 Topics. Ja, vandaag is het weer een speciale editie. Ik heb iemand in de studio. Ja, niemand minder dan de GM van Microsoft België. Hij komt terug in de studio en gaat mij even te woord staan. Namelijk Marijke Schroos. Marijke, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, tijd vrijmaken voor een GM is misschien niet evident, maar nog eens bedankt daarvoor. Met veel plezier. Een jaartje geleden zagen we elkaar voor het eerst. Je was toen ook nog niet zo lang GM bij Microsoft. Ja, hoe is uw eerste jaar bij Microsoft geweest? Valt het wat mee? Ja, absoluut. Ik denk dat dat toen 100 dagen was. Dus dat is ongeveer 9 maanden geleden. Dat is een zwangerschap. Voilà, ik ben toch weer een stapje verder, denk ik, geëvolueerd. Het was een heel boeiend jaar. Ik denk een jaar van heel veel nieuwe dingen annonceren en ook een stukje reorganiseren. Ja. Voor ons is het ook... Microsoft is typisch een fast follower geweest in het verleden. Maar in AI gaan we echt wel... nemen we de lead. En dat is toch wel een andere positie. En dat is ook, je moet je daar ook anders in opstellen. Dus het was zeer leerzaam. Ja, ik denk dat je inderdaad op een moment bent aangetreden waar dat er heel veel verandering is. Mm-hmm. Wij merken het ook iedere dag. Microsoft is als een sneltrein vooruit aan het gaan. Wordt inderdaad een beetje gezien als die leider, hè, als je dat commercieel ziet en ook in communicatie. Ik heb ook Inspire. Ignite komt eraan. Kijk, ik ga me aan het vergissen. Hè. Inspire is er geweest. Ja, het was ook allemaal AI dat de klok sloeg, natuurlijk. Marijke, hoe zit het met jouw AI? Laten we zeggen, capaciteiten, kennis, ervaringen op dit moment? Maar ik denk dat AI is natuurlijk niet iets dat gisteren uitgevonden is en vandaag aangekondigd. Sinds dat Satya er is, sinds 2014, is daar eigenlijk op gewerkt. En we hebben daar heel veel iteraties op gehad. En ook wel heel veel onderbouw is daarop gecreëerd. Dus we hebben heel hard ingezet op transparantie, op die security, de compliance en zo verder, om de juiste bodem eigenlijk te creëren om daarop verder door te pakken. En we hebben ook op een bepaald moment mislukkingen gehad. Hè. Alatai, die even offging. Maar we zijn daarop verder blijven doorontwikkelen. Ik heb sinds een week zelf Copilot nu. Dus ben jaloers. Ja. Op alle Microsoft-applicaties. En ik moet zeggen, het is wel echt fenomenaal. En zie je een productiviteitsverhoging, Marijke? Ik ben er zeker van dat die er gaat zijn. Ik ben nu iets te enthousiast. Ik steek er veel oefeningsjes in. Ik ben nog heel hard aan het leren. Maar het is echt wel, fenomenaal. Je kunt bijvoorbeeld je mail... Je zet gewoon een paar bullet points en je zegt, maak daar een mail van. Ja. Maak hem meer formeel, maak hem vriendelijker. Dus mijn kwaliteit van mijn mails is ineens omhoog geschoten. Ja, ja. Maar ook in Teams, waar je dan meetings kunt volgen en kunt een samenvatting vragen eigenlijk, waar je kunt de emotie van de meeting geven, de onderwerpen die op de agenda stonden, die niet besproken geweest zijn, actiepunten die specifiek voor u zijn. Allee, het is toch wel echt, het is echt de moeite. Ja, als ik het zo een beetje zie aan je gezicht, je hebt de assistent gekregen die je graag wou waarschijnlijk. Ja, alleen ben ik heel content van mijn andere assistent ook. Maar het is wel waar, het is enorm. Het is natuurlijk allemaal Copilot dat de klok slaat en Microsoft positioneert het op alle kanalen. Hè. Mag ik even nieuwsgierig zijn? Zijn er bedrijven in België die al spelen met Copilot? Ja. We hebben 13 klanten in een early adopter programma. We zijn gestart sinds de zomer. En die zijn nu ook heel veel stappen aan het zetten natuurlijk, heel veel learnings aan het verzamelen. En ze zijn toch wel heel veel tevredenheid ook rond wat het kan. Dus, ja. En zijn er zo wat zaken dat je al hebt kunnen voelen van ja, goed, slecht? Of dat zijn zo dingen, zo die takeaways dat ze nu al hebben? Ja, je hebt natuurlijk de typische use cases. Ja. Het sneller verzenden van e-mails, het sneller opzoeken van documentatie. Wat ik nu zie, is dat er wel wat meer wat verder gekeken wordt en wat meer de verticalere scenario's. We gaan onze offertes beter maken en we gaan dat op templates en op heel gemakkelijke manier eigenlijk gaan verdienen. En dat is nog toch wel de next step eigenlijk. Hè? Ja. Dus daar zitten we nu. Het is natuurlijk door het te gaan gebruiken dat je het ook beter leert kennen, dat je ook de mogelijkheden gaat gaan inschatten. Dus ik heb het geluk nog niet. Ik ben in hyperblijde verwachting dat ik er ook mee ga kunnen spelen. Dat is misschien mijn techie-onderzoekszaken die naar boven komen. Ja,
Copilot, heel leuk. Microsoft heeft natuurlijk veel meer AI dan Copilot alleen. We hebben het er vorige keer ook over gehad. Wordt daar inderdaad ook nog meer mee gedaan dan alleen maar Copilot, dat jij weet? Hè? Azure AI en tools die daarin zitten. Waar wordt het inderdaad misschien nog gebruikt, dat we misschien niet denken? Zijn er een paar voorbeelden? Maar ja, dus de Copilot in M365 is natuurlijk voor de professionele gebruiker, zoals wij. Hè? maar we hebben ook Copilots voor security, we hebben ook GitHub Copilots, dus echt voor de ontwikkelaars. Ja. We noemen dat echt wel Copilot, omdat het eigenlijk uw assistent is. Eigenlijk. Ja. Het neemt niks over, maar je hebt wel iemand die naast u zit eigenlijk en die daar mee gaat in begeleiden. En dat is dus zowel voor ontwikkelaars als voor professionele gebruikers, als voor security-experten en zo verder. En het is eigenlijk een template die we ontwikkeld hebben, zodat die ook heel gemakkelijk op andere applicaties kan draaien. Okay, ja. En dan spreken we inderdaad over de Azure-scenario's eigenlijk, waar we eigenlijk gaan ondersteuning geven op applicaties die niet van Microsoft zijn. Ja, ik meen me te herinneren dat ze ook op Inspire zegt, de Copilot for every service of ieder onderdeel binnen Microsoft. Ja, dat is vrij ambitieus, hè, denk ik dan. Je hebt de technologie, we gaan ze gebruiken. Het is dat, hè. Ja, die security is belangrijk. We hadden het kort ook over gehad. Ja, hoe gaat Microsoft een stukje om? Of hoe kijken zij naar regulering? We zijn de EU. Ja, we zitten in Europa. We proberen daar een stukje een voorbeeldfunctie te hebben. Ja, is Microsoft daar klaar voor die regulering? Ja, voor ons is dat heel, heel belangrijk. En ik denk ook dat dat voor de Europeanen heel belangrijk is. Ja. En ik ben een Europeaan, dus ik ben daar blij mee. Europa is ook het enige continent waar eigenlijk het individu en de maatschappij op hetzelfde niveau gezet worden. Ja. Als je kijkt naar China, dat is de maatschappij. En in Amerika, het is eerder het individu. Bij ons zijn die twee op gelijke voet. Ja. En dat wil zeggen dat je wel wat regulering nodig hebt om dat allemaal in goede banen te leiden eigenlijk. Dus ik ga ervan uit ook dat er meer en meer regulering gaat zijn, niet minder. Ja. Om te zorgen dat we daar echt op een juiste manier mee omgaan. Dus wij bij Microsoft omarmen dat echt. En wij willen daar echt als proactief mee omgaan. Dus wij wachten niet. En wij willen ook niet dat zien als een barrier om business te doen in Europa. Wij zien dat echt als een enablement. En niet iets om mee om te gaan, maar juist om te embracen. Ja, eigenlijk. Niet als een excuus gebruiken om te zeggen van het is te lastig of het is te moeilijk. Nee. Ik denk dat Microsoft in dat opzicht ook al veel langer inderdaad het gegeven van Europa als specifieke entiteit al langer omarmd. We zien dat ook met Azure, met de datacenters die in Europa staan. Data sovereignty ook met AI. Moeten mensen bang zijn eigenlijk als ze naar AI kijken? Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je bewust met al die dingen omgaat en dat je ook je goed laat begeleiden daarin. Hè. We hebben daar goede partners voor. Hè. We doen ons best. Ja. We proberen te informeren natuurlijk ook via 52 Topics. Ja. Ik denk de eerste twee afleveringen van 52 Topics van het nieuwe seizoen gingen heel specifiek over Copilot en AI. Dus we zien wel dat het aan belang wint natuurlijk. Ja, we zijn ook bezig met readiness. Hè. Ik denk ook een belangrijke gegeven. Ja, bedrijven klaarstomen om inderdaad die nieuwe technologie te gaan gebruiken. Het vergt wel wat voorbereiding, laten we eerlijk zijn. Maar inderdaad, ik denk dat het potentieel er wel is om, om die assistent te doen. Ja, we hadden het in onze vorig seizoen hadden we het ook over education, scholen. We hadden het over een paar leuke, learn to fail, learn to learn. En wat was er nog in? Learn to... Collaborate. To embrace technology. Ja. Amai, er zijn er al bij gekomen. We hebben er vier. Zijn er daar een paar zaken in dat je zegt van we hebben daar wel een paar leuke zaken dat we ook hebben gezien die geëvolueerd zijn sinds ons laatste gesprek? Ja, ik denk dat dat zijn vier componenten, denk ik, waar we als maatschappij eigenlijk nog wel heel wat stappen te zetten hebben. En ik denk dat onderwijs een van de grote pilaren is, daar kan in helpen. Maar op dit ogenblik zijn die toch wel heel veel bezig met ook andere dingen natuurlijk. Ja. Dus hoe meer dat wij daar kunnen in ontzorgen, hoe meer dat er tijd kan besteed worden op die vier componenten. En daarin, we hebben vorige keer ook gesproken over technisch lezen. Je hebt het technisch lezen, het begrijpend lezen. Technisch lezen, dat is typisch van een AV0 naar AV9. Ik denk dat de meeste mensen dat wel ouders kennen. Dat misschien de al ouders weten. Zeker. Ja. Dat zijn die... Dat moet je eigenlijk op de eerste twee leerjaren eigenlijk doen. We zijn dan beginnen testen, vooral met scholen die heel veel buitenlandse kindjes binnenkregen en die ook daar de filosofie hadden dat die op leeftijd moesten zitten. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor een leerkracht die bijvoorbeeld in het vijfde leerjaar zit, waar dat 80% kan lezen,
Ja. En ook de taal verstaat. En dat er daar dan 20% bij komt die dat niet kunnen. Niks kunnen eigenlijk daarop. Dus dat nam heel veel tijd van die leerkrachten in. En daar zijn we beginnen experimenteren om effectief die technical reading te doen met AI. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, het kind zit voor de PC, wordt gefilmd terwijl ze lezen, krijgen extra opdrachten, krijgen ook de juiste uitspraak van hoe dat moet voorgelezen worden. En normaal gezien, gemiddeld... Ja. Een AVI 0 tot AVI 9, zowel voor Belgische kindjes van 6 jaar als voor oudere kinderen. Ja. Gemiddeld is dat 18 maanden. En met die AI-tool eigenlijk is dat 6 weken. Dat is fenomenaal. Ja, en dat geeft ook zoveel meer vrijheid aan die leerkracht om dan echt in te zetten op die domeinen, om te gaan samenwerken, om te leren omgaan met falen en terug back on your feet en go for it. En ook om te zorgen dat ze kritisch zijn ten opzichte van technologie, om die technologie te embracen echt, maar ook te zorgen dat ze dat kritisch bewust zijn, dat fake news onderscheiden van echt nieuws en zo verder, om daar veel meer op in te zoomen, wat toch ook wel heel belangrijk is. Boeiend. Ik ben al heel geïnteresseerd, zou het een keer willen zien. Kinderen, we hadden het ook over een stukje well-being, hè, zo die feedback met kinderen. Ja, het gebeurt, het cyberpesten, die digitale wereld is natuurlijk... Er zijn heel veel positieve dingen, maar natuurlijk er gebeuren ook altijd wel dingen die we minder hebben. Ja, well-being en Microsoft, ik weet vanuit mijn ervaring, we hebben het al over Viva gehad en zo van die zaken, mm-hmm. Ik weet ook dat een ecosysteem die groeit. Wordt dat ook ingezet in scholen en dergelijke? Ja. We hebben de emoticonnetjes eigenlijk, die dus eigenlijk in Teams ook geïntegreerd zijn. Heel veel klassen werken daarmee. Ze komen binnen in de klas en ze kunnen eigenlijk, ofwel anoniem of niet anoniem, kunnen ze eigenlijk een opt-in doen. Ze kunnen zeggen hoe dat ze zich voelen. Dat is eigenlijk, ik denk dat 30 verschillende beeltjes zijn, dus toch wel genuanceerd. Ik ben boos of ik voel mij niet gekend of ik voel ik ben een beetje droef of ik voel mij uitgesloten en zo verder. En dat geven ze door aan de leerkracht. De leerkracht kan dan beslissen om dat zelf alleen op in te spelen. Of ze kan dat ook in klassikaal doen. En dan heeft ze ook nog de keuze om de namen erbij te zetten. En dan krijg je zo dat typische teamsoverzicht waar iedereen in de klas zit met de emoticonnetjes. Of de namen weg te laten en gewoon te zeggen, er zijn hier twee kindjes die zich buitengesloten voelen. Hoe gaan we daarmee om als klas? Dus je kan daar echt wel op een hele andere manier mee op inspelen. En het is voor de kinderen zelf ook redelijk... Allee, het is veilig om het op die manier te doen eigenlijk. Ja, er is een stukje anonimiteit ook eraan. De kinderen kunnen eigenlijk eerlijk zijn over gevoelens en bespreekbaar maken, denk ik. Hè. Ja. Dat, als we dat uitvergroten, is dat voor een bedrijf ook zo. Als we kijken naar Viva, hè? Het employee well-being verhaal, mm-hmm. Wordt ook groter, wordt ook alleen maar meer uitgebreid. Ik zie dat aan de stack van Viva. We zijn met Viva Goals bezig. Hè? We zijn met inderdaad die insights bezig. Allee, het is een show op zich, Viva. Hè? zeker de moeite om eens dieper op in te gaan. En er zijn nog twee aspecten, waar ik nog eens over wil spreken. Security. Regulering. Hè. Security is waarschijnlijk ook een belangrijk aspect als we kijken naar Microsoft. We blijven ook die kar trekken waarschijnlijk. Ja, ik denk, regulering, ik heb daar het beeld van de Formule 1. Ja. Omdat Formule 1 is eigenlijk een super innovatieve sport, maar ook de meest gereguleerde sport. Dus dat kan echt wel samengaan. Ja. En ik denk dat we daar moeten kijken naar de regulering in combinatie met die innovatie eigenlijk en ons recht naar de next level gaan brengen. Als je bijvoorbeeld ziet dat we bepaalde klanten hadden die een cloud-migratie aan het overwegen waren, die zeiden, weet je, de ROI is toch niet zo super, we gaan maar blijven, totdat ze eigenlijk sustainability erbij in de ring wirpen. En dan zagen ze direct van, dat is een no-brainer. We moeten direct naar de cloud moven eigenlijk. Hè. We moeten dan daar helemaal voor gaan. Dus dat is, dat is zeker en vast daar wel een belangrijk. Een van de zaken dat we hadden gezien ook, het sustainability-verhaal, dat is nog zo'n beetje erg ver van mijn bed. Of het is alleen maar voor de hele grote weggelegd. Hè. Die al moeten een stukje rapporteren en daarom moeten... Maar ik denk dat het ook dichterbij komt dan dat we denken. Het komt veel dichterbij. En die twee klanten waar ik over spreek zitten absoluut niet in dat hele hoge segment. Ja. Dat zit echt in het segment. De KMO, absoluut. En dan als je security spreekt, hoe meer dat je natuurlijk digital gaat doen, hoe meer dat digital assets dat je hebt, hoe vitaler dat stuk wordt natuurlijk in je organisatie. En dan wordt security natuurlijk heel, heel belangrijk. En ik gebruik daar meestal de image van de brandweerman. Omdat die zowel preventief...
ja. als after the facts wel inspringen. En dat is wel belangrijk ook, hoe, dat, je daar echt, allee, dat je als bedrijf daar heel bewust mee omgaat. Ik denk ook, in veel gesprekken dat ik de laatste tijd voer, ook samen met collega's, merk ik ook dat eigenlijk het AI-gebruik, ook als we kijken naar een co-pilot en security, ook hand in hand moeten gaan, hè, denk ik. Absoluut. Denk uw omgeving goed beveiligen en het principe van oversharing en dergelijke meer. Ik kan mij inbeelden dat iemand die iets gaat gaan zoeken en het is allemaal niet goed ingesteld, dat ze misschien informatie gaan vinden die ze niet moeten zien of mogen zien. Ja, ik denk, de eerste ding dat je moet doen is eigenlijk geen een ChatGPT-consumer gebruiken, maar echt naar Bing Enterprise Chat gaan. Het heeft dezelfde capabilities, maar je hebt daar toch wel een aantal securities. Enerzijds, je krijgt je bronnen. Ja. En anderzijds, wat dat je intipt in je prompt en de resultaten van de prompt worden niet terug opgeladen om de modellen eigenlijk te trainen. Dus dat is een eerste ding. Ik gebruik dat voor alles. Voor vertalingen, voor alles. Ik zet daar gewoon een hele tekst in, zelfs bijna een A4. Ja. En dat vertaalt dat perfect naar Nederlands. Okay, dus dat is echt wel dat is super. Maar dat geeft toch al wel een eerste belangrijke leer. Dus daarin, uiteraard. En dan denk ik dat het gewoon ook exploreren is, want die documenten staan nu ook gewoon open natuurlijk. En het is inderdaad, je ziet het vrij snel, waar je effectief moet wat bijsturen naar dataclassificatie en naar datastrategie en datasecurity, uiteraard. Hè. Maar ik denk dat dat alleen maar positief is. Het ene gaat het andere versterken, heb ik wel absoluut, de indruk. Absoluut. We hebben het over sustainability gehad. Hè. We hebben het over security gehad. We hebben het over AI en co-pilot gehad. We hebben het over education gehad. Is er iets waar we het nog moeten over hebben, Marijke? Nee, regulering hebben we ook al gehad. Regulering hebben we ook al gehad. Kijk, was die al bijna vergeten. Zoals de vorige keer, Marijke. Is er nog ergens een takeaway of iets dat je zou willen meegeven voor onze luisteraars en kijkers? Maar ik denk, die Bing Chat Enterprise is zeker een. De meeste hebben dat ook gewoon in hun licenties zitten, dus schakelt daarop over en gebruik die ChatGPT misschien niet voor je business-gerelateerde vragen of prompts. Dus dat is wel belangrijk. Een tweede is misschien ook share. Er is een nieuwe titel nu, Prompt Engineers. Dat is een nieuwe jobtitle. Dus dat is eigenlijk ook, je kunt beter worden in je vraagstelling. Natuurlijk. Dus door daar samen over te praten, denk ik dat er heel veel learning ook in zit. En ik zie toch wel heel veel West-Vlaamse bedrijven ook. Ach, West-Vlaamse prompts? Nee. Er echt wel instappen nu. Vorige keer hebben we gezegd dat we misschien niet snel genoeg die embracing van die technologie doen. Ik denk dat we nu wel echt op een punt gekomen zijn dat iedereen absoluut dat wel wil. En dat het echt boardroom discussie is. En ik denk dat het normaal is dat dat soms een beetje mistig is. En daar hebben we partners voor en wij gaan dat wel proberen te helpen doen. Als je op een mist, je weet dat je op die weg moet zitten, er hangt mist, dan ga je altijd met je rem een beetje oprijden. Dus het is belangrijk om die mist te laten opklaren, zodat je duidelijkheid hebt over wat dat dan je echt kan brengen en tegen wanneer en je laten begeleiden eigenlijk om die stappen te zetten. Super, mooie inzichten, Marijke. Dank je wel. Ik kijk al uit naar onze volgende sessie, wat inzichten gaan kunnen delen. Ja, van mijnentwege vriendelijk bedankt voor uw tijd en voor uw inzichten. Voor jullie kijkers, luisteraars van 50 Topics, bedankt om weer aanwezig te zijn. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Dag.